we hebben twee verschillende soorten. Eentje is die hier vooraan staan en de achteraan. Dat zijn, die zetten we in op de baan en die kunnen helemaal uitklappen. En die klappen dan uit tot 40 meter breed. Dus we kunnen 40 meter breed sproeien. En daarmee kunnen we in één run een hele baan doen. En die andere, die kleinere, die worden ingezet op de opstelplaatsen en rijbanen. En die hebben een sproeibeeld wat een meter of 15 tot 17 breed is. Deze nieuwe wagens worden gestuurd door DGPS. Onthouden dus waar ze zijn geweest. En zodra ze over een stuk zijn gekomen waar ze al een keer gesproeid hebben, dan stopt die automatisch met sproeien. Je hebt meer het gevoel dat je op dit moment in een personenauto zit dan echt in een vrachtwagen. Want het rijdt allemaal veel soepeler. En het sproeit natuurlijk veel effectiever. En dit is het complete navigatiesysteem wat wij in de sproeiers ingebouwd hebben. Wat wij gesproeid hebben hier op het systeem wordt ook allemaal groen. Dat is nu nog allemaal grijs. En als het groen is, dat hebben wij al gesproeid. En het geheel wat gesproeid is, dat wordt ook niet nog een keer gesproeid.